Thijs Blikmans, ik trap een open deur in. De Nederlander beweert te weinig. Dat klopt, Henry. Ik denk wel dat mensen steeds bewuster zijn. Dus mensen denken er steeds meer over na. En momenteel bewegen ze nog iets te weinig. Maar wij hopen daar verandering in te brengen binnen de Omlozen. Dus hopelijk krijgt dat een beter vervolg. Je hebt daar al verandering in gebracht, want je bent een sportschool voor een specifieke groep. Een specifieke groep in zoverre dat wij proberen de wat oudere doelgroep vooral in beweging te krijgen. Daar hebben wij onze sportschool een beetje op ingericht qua apparatuur, qua afstelling. Dus we hebben eigenlijk deze doelgroep, daar hadden we al mensen van binnen. Die hebben we bevraagd van wat vinden jullie fijn en we hebben daar geprobeerd de rest op aan te laten sluiten. Ja. Waarom die oudere doelgroep? Nou, zoals je zelf al zegt, de Nederlander sport of beweegt te weinig. En ik denk voor de oudere doelgroep is het vooral heel belangrijk. Mensen moeten langer doorwerken. Er wordt toch wat meer van mensen gevraagd dan het vroeger was. Dus het is heel belangrijk dat mensen bijvoorbeeld een goede coördinatie behouden of een goede balans. En dat wil niet zeggen dat mensen grote spierballen moeten hebben. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen langer vitaal blijven inderdaad. Voor ons betekent dat, wij hebben eigenlijk geprobeerd om apparatuur zo te vergemakkelijken eigenlijk. Is het heel makkelijk bedienbaar? Hoe werken dingen hetzelfde? Dus dat mensen niet per onderdeel eigenlijk zich hoeven af te vragen, nou, hoe werkt dit? Wat heb ik hier aan? Of wat doe ik daarmee? Dus we maken ook voor mensen eigenlijk een soort plan. Dus als iemand mij vraagt van Thijs, ik heb hier en daar klachten, kan ik daar wat mee? Heb je daar oefeningen voor? Ja, dan maken we individueel een plan voor iemand, voor de klant. En daarmee kunnen ze dan eigenlijk aan de slag. Op welke leeftijdsgroep baseren jullie dat? Nou, eigenlijk zijn we uiteraard een sportschool voor Jan en alle man, maar wij baseren ons vooral op de 25-plus doelgroep. En in de avonduren is de doelgroep tussen de 25 en 50. Maar vooral overdag zie je toch veel, is de gemiddelde klant toch 60 jaar en ouder. Inderdaad. En dat is in de ochtenduren en in het begin van de middag is dat vooral grotendeels onze doelgroep. Inderdaad. Achter jou staat zelfs een van de mensen te sporten die de 80-jarige leeftijd al bereikt heeft. Ja, inderdaad. Freddy die sport hier twee keer over. Ik denk zo'n 2,5 uur per keer. Dus je zit zomaar 5 uur training in de week. Nou, je merkt hoe vitaal iemand is op 80-jarige leeftijd. Want ik denk dat niet veel mensen hem dat nadoen. De metingen die je bij de diverse klanten doet. Hoe zit dat in elkaar? Nou ja, we hebben natuurlijk verschillende metingen. Sommige mensen willen gewoon vitaal zijn. Dan maken we bijvoorbeeld een plan met iemand. Waar wil je dan uitkomen en wat is haalbaar? Maar je kunt ook denken, we hebben bijvoorbeeld ook een bloeddrukmeter. Dus een meneer zegt, Thijs, ik wil toch even mijn bloeddruk gemeten hebben deze ochtend. Nou prima, gaan we dat doen. Of iemand wil weten van, Thijs, hoe zit mijn vetpercentage eigenlijk? Daar heb ik een weegschaal voor. Dus eigenlijk kunnen we van gewicht tot en met vochtgehalte, tot en met je bloeddruk. We hebben het wel zo ingesteld dat voor iedereen er bijna wat te halen valt. Nou, ik heb mijn hele leven al gesport. Ik ben voetbaltrainer geweest, ik heb zelf gevoetbald. En ik ben hier al 11 jaar. Dus voor mijn conditie, maar ook voor het sociale contact. Ik ben om 8 uur begonnen. En ik ben er bijna 2 uur en 10 minuten al over. Ja, ik doe meestal 2,5 uur.